This is so shocking, of course, to everybody watching. 11 september 2001. Aanslagen op de Twin Towers in New York. Bijna 3000 mensen verliezen hierbij het leven. 11 maart 2004. Aanslagen op forensentreinen in Madrid. 191 mensen worden gedood, 1400 mensen raken gewond. 7 juli 2005. Bomaanslagen in de Londense metro en op een Londense bus. 52 mensen worden gedood, 700 raken verwond. 22 juli 2011. Anders Breivik pleegt een dubbele aanslag in Noorwegen. 92 mensen laten het leven. 24 mei 2014. Bij een schietpartij in het Joods Museum van België worden zeker 4 mensen gedood. 7 januari 2015. Moslim-extremisten plegen een aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs. Er vallen 12 doden en minstens 11 gewonden. Terrorisme komt al tientallen jaren voor in heel de wereld. Toch blijft Amsterdam elke keer ongemoeid. Maken de inwoners zich zorgen? Dit is Amsterdam Wereldstad met vandaag in de uitzending Terrorisme. Ik ga eerst de straat op in hartje Amsterdam om te kijken of de Amsterdammers bang zijn voor een aanslag. Amsterdam is zeker niet onveilig. Ik voel me veilig in Amsterdam, ja. Ja, ik voel me wel gewoon veilig, ja. Ja, ik voel me veilig, ja. Hoi. Ja, ik zeg je eerlijk, ik ben wel bang dat er op een dag in Amsterdam een bom wordt gegooid. En dat ik dan denk, oh nee, waar moet ik nou vluchten of wat gebeurt er nou? Maar ik weet niet. Ik voel me eigenlijk niet zo onveilig of zo. Nee, ik voel me gewoon veilig hoor. Anke van Gorp is docent en onderzoeker. Daarnaast is zij aangesloten bij het lectoraat Regie voor Veiligheid. Ook is zij expert op het gebied van ethiek en veiligheid. De ideale persoon dus voor het beantwoorden van mijn brandende vragen. Ik liep stage bij AT5 en we hadden de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs. Vervolgens belde mijn vader mij, die zelf in Zwolle woont, en die zei tegen mij, Robin, voel jij je nou nog wel veilig in Amsterdam? Want Amsterdam is natuurlijk ook een wereldstad, ook in het Westen. En dan vraag ik me af, Anke, met al jouw ervaring, voel jij je nog veilig in Amsterdam? Ja, sterker nog, die dag van de aanslag op Charlie Hebdo moest ik naar Parijs voor een Europees project. En dat heb ik gewoon gedaan. En ik moet zeggen, die eerste dag, die woensdag, merkte je ook niet zo heel veel in de stad. Het idee was dat de dreiging toen verplaatst was naar buiten de stad. En het was gewoon een stad, zoals ik Parijs wel vaker zie. Dus ik denk wel dat je veilig bent hier. Oké, je bent dus wel veilig in Amsterdam. Maar om echt concreet antwoord te kunnen geven, moeten we eerst kijken wat het begrip terrorisme nou eigenlijk betekent. Terrorisme is dat je dat je ideeën hebt hoe je de maatschappij wil veranderen. En dat je dat wil bereiken door geweld te gebruiken of daarmee te dreigen. En dat idee over hoe je de maatschappij wil veranderen, dat kan zowel een religieus idee zijn, dus bijvoorbeeld jihadisme, maar het kan ook rechtsextremisme zijn of linksextremisme of dierenrechtenactivisme. Dus er zijn heel veel verschillende, je heet dan ideologieën. En als je die nou wil bereiken door geweld te gebruiken of daarmee te dreigen, dan noem je het over het algemeen terrorisme. Amsterdam is een multiculturele stad. De stad heeft meer dan 180 verschillende nationaliteiten. Ik ga langs bij Sophie Moerman en Hetim Filali, twee verschillende Nederlanders, beide werkzaam in de journalistiek. Beide hangen een verschillend geloof aan. De een is Joods en de ander is moslim. Voelen deze twee Nederlanders zich veilig in de hoofdstad? Welkom. Kom binnen. Ik ben Sophie Moerman, ik ben 26 jaar. Ik zit nu in mijn laatste jaar van studiejournalistiek in Utrecht. En ik werk op de webredactie van een dagblad. Ik ben op de koffie bij Sophie Moerman. Zij woont als geboren en getogen Amsterdamse in de Baarsjes met haar vriend. Als Joods-Nederlandse woont zij hier heerlijk. Voelt zij zich veilig? Absoluut. Ik ben dan ook gewoon een geboren en getogen Amsterdamse, dus ik heb niet zo snel dat ik me onveilig voel in deze stad. Maar goed, je gaat wel over dingen nadenken, als in het is wel een spannende tijd en soms ook een beetje eng. Maar het is niet dat ik me daar in mijn dagelijks leven heel erg door laat beïnvloeden. En wat kan er dan zo eng zijn? Nou ja, goed, er zijn natuurlijk wel wat dreigingen geweest, hè? En die komen ook steeds dichterbij. Ik bedoel, denk aan Frankrijk, denk aan België. Het zijn niet meer dingen die zich alleen maar
bevinden in het Midden-Oosten of aan de andere kant van de wereld. Maar het, is ook, het komt steeds dichterbij en dat maakt het soms wel eng. Mijn naam is Hatim Filali. Ik kom uit Amsterdam-West. Wij organiseren comedy shows door heel Nederland. Vooral hier in Amsterdam, het Theater De Meervaart. Mensen kennen mij van Facebook, YouTube en van onze shows natuurlijk, van Marrel Comedy. Dingen waar veel mensen niet durven over te praten, doen wij wel, maar dan met humor. En over een paar van die onderwerpen gaan wij het straks ook hebben, want wij gaan het hebben over terrorisme en radicalisering. Nou zijn wij onderweg vanaf het Bevrijdingsfestival naar jouw radioprogramma. Ja. Kan je me vertellen wat wij gaan horen daar vanavond? Eigenlijk precies hetzelfde. We bespreken de actualiteiten. En we zijn het luisterende oor voor onze luisteraars, die bellen. Daarnaast draaien we allemaal mooie Noord-Afrikaanse muziek. En dan gaan we het zo meteen verder over hebben. We gaan nou heel snel even het openbaar vervoer halen en we komen later weer bij je terug. Doei! Het team en Sophie krijgen voor hun werk beide te maken met onder andere dit beladen onderwerp. Wat is voor hen terrorisme? Wat is terrorisme voor jou? Wat betekent terrorisme voor jou? Ik denk dat terrorisme eigenlijk... Ja, precies eigenlijk wat het woord zegt. Angst. Het is echt bedoeld om mensen angst in te boezemen. Om mensen tegen elkaar uit te spelen. Om een samenleving te ontwrichten. En ik ben blij dat ondanks het feit dat er best wel erge aanslagen zijn gepleegd... dat onze samenleving en die van Europa in het algemeen nog niet ontwricht is. Dus dat blijkt maar weer dat we vooralsnog niet buigen voor het terrorisme. Wat noem je terrorisme? Is terrorisme aanslag op mensheid? Is terrorisme aanslag op mensheid die een moslim pleegt? Wat is terrorisme in de vele ogen van de mensen? In mijn optiek is terrorisme als je terror pleegt. En terror pleeg je op mensen. En dan maakt het niet uit welke afkomst de terrorist heeft, zeg maar. Of je nou moslim bent, of katholiek, of jood, dat maakt niet uit. Je bent een terrorist. Toch blijkt de afkomst van de terrorist in de praktijk wel degelijk uit te maken. Dat zegt ook expert Anke van Gorp. Je kunt ook zeggen dat zijn anderen. Dat zijn andere mensen dan de doorsnee gemiddelde Nederlander. Terwijl bij rechtsextremisme dat... Dat zijn gewoon de doorsnede. Dus ik denk dat het ook makkelijker is om te zeggen van ja, het komt voor in Nederland. Maar dat zijn niet wij. Dat zijn zij of dat zijn anderen. Dus daar zit ook een hele soort framing noem je dat. Of een hele soort constructie in. Waarom het misschien makkelijker is om dit te benoemen. En ik denk ook dat op dit moment de dreiging daar ook het meest vanuit gaat. Het jammerlijke vind ik dat... Als een niet-moslim een bepaalde daad pleegt, een slechte daad, dan wordt het als een misdrijf of als een moord gezien. Gebeurt het door een moslim, dan is het een terroristische aanslag. Nou zijn er op het straatbeeld wel behoorlijk wat veranderingen aangebracht. Er zijn veel politiehokjes, beveiliging gekomen bij Joodse scholen, Joodse instellingen. Hoe is dat voor jou in een land waar jij gewoon geboren en getogen bent? Nou ja, goed, wat belangrijk is om te vertellen... Beveiliging is er altijd al geweest. Ik ken niet anders. Toen ik vroeger al als kind naar de synagoge ging, stond er ook al beveiliging. Dus dat is niks nieuws. Het enige nieuwe is dat de staat er nu aan mee betaalt, wat heel fijn is natuurlijk. Maar afgezien daarvan, kijk, ik zie wel dat er wat meer bezorgdheid is in Joods Amsterdam. En dat komt al door wat ik net zei, dat bepaalde dreigingen wat dichterbij komen. Maar ook in Nederland is het antisemitisme toch wel toegenomen. En dan praat ik over dingen als uitschelden op straat, mishandeling, dat soort dingen. Dus ja, ik wil niet zeggen dat we daardoor met z'n allen heel erg angstig worden. Want nogmaals, dat is niet hoe ik denk dat je in het leven moet staan. Maar ja, er is wel toegenomen bezorgdheid, denk ik, ja. Bestaat deze toegenomen bezorgdheid ook in de Marokkaans-Nederlandse samenleving? Als je kijkt naar krantenberichten en naar bijvoorbeeld onderzoek van Ineke Valk, dat bijvoorbeeld het bekladden van moskeeën, het in brand steken van moskeeën, ook heel veel gebeurt. En dat is dan toch, het is misschien geen terrorisme, het is geen grootschalige aanslag, maar het is wel een manier... Om mogelijk politieke veranderingen te bewerkstelligen waarbij er schade berokkend wordt.
Niet alleen het bekladden en soms zelfs in brand steken van moskeeën is angstig voor deze samenleving. Ook het wij-zij-denken wat volgens het team steeds meer opkomt, vormt een dreiging. Het wij-zij-verhaal is eigenlijk al in 2001 begonnen. Met 9-11. En elke keer als er een aanslag wordt gepleegd op iemand, of een terroristische aanslag, als je dat zo wilt noemen, dan wordt dat steeds vergroot. In Amsterdam valt het reuze mee. Waarom? Amsterdam is een multiculturele stad. En we zijn op de eerste plek allemaal Amsterdammers hier. Maar goed, ik heb nog familie wonen in Drenthe. En daar worden ze echt nagekeken. En je hoort verhalen van dat Marokkaanse meiden met hoofddoeken aangevallen worden. Een bier overheen gegoten wordt, de hoofddoek eraf van wordt gehaald. En ja, ik word daar verdrietig van. Soms word ik zelfs woest van. Dan denk ik bij mezelf van, waarom kies je zo'n slachtoffer? Waarom kies je nou, als je een bepaalde mening hebt, als je tegen de islam bent en je hebt een bepaalde mening en je hebt haat naar de islam, kom naar mij toe. Dan gaan we erover praten. Dus dat wij-zij-verhaal, in Amsterdam valt het nog mee. Maar in de rest van Nederland, en vooral in het noorden en in het oosten van het land, daar zie je dat echt heel sterk. Zie je dat het je heel erg raakt? Voelt jouw familie zich nog wel thuis in Nederland? Sterker, mijn ouders zijn terug. Mijn ouders die wonen weer in Marokko. Het zijn 10 jaar geleden dat ze weg zijn gegaan. Niet om deze redenen, maar om andere redenen natuurlijk. Maar ze zeggen wel van, gelukkig zijn wij teruggegaan naar Marokko. Hoeven wij dit niet zelf mee te maken? En als we op vakantie gaan naar Marokko en dat soort dingen, dan worden we wel aangesproken door onze familieleden van, goh, Nederland was vroeger bekend om het meest tolerante land van de wereld eigenlijk. En nu staan jullie bekend om als het meest racistisch land van Europa. Hoe gaan jullie daarmee om? Heb je nog wel trek om daar te wonen? Waarom kom je niet terug naar Marokko? Dus zelfs in het land van de herkomst van onze ouders, die voelen al met ons mee. Sowieso, de cijfers liggen er niet om. Er zijn zeker sinds vorige zomer is er echt een toename geweest in het aantal antisemitische incidenten. Wat niet wegneemt voor mij persoonlijk. Ik heb er niet zozeer last van, maar het is ook niet alsof je mij direct ziet dat ik Joods ben. Dus ik heb er niet zoveel last van, maar ja, dat zie ik ook wel in de Joodse gemeenschap, dat het wel toeneemt, ja. En daar bestaat ook bezorgdheid over? Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, het is niet fijn als je gewoon boodschappen aan het doen bent of gewoon even naar de stad gaat om een drankje te doen en dat je dan allemaal verwensingen naar je hoofd krijgt. Dat is geen fijn gevoel natuurlijk. Beiden voelen in hun directe omgeving niet per se een dreiging. Maar toch voelen zij wel dat er iets aan de hand is of dat er iets kan gaan gebeuren. Hoe gaat Nederland om met dreiging en discriminatie? Ik denk dat eigenlijk iedereen zich wel veilig kan voelen. Maar dat we toch wel moeten kijken naar preventie. En dat de politie, de AIVD, de NCTV alert zijn en dat goed is. En de preventie is dus nog veel voor te winnen in Nederland? Ja. En ik denk ook dat een bepaalde vorm van jeugdwerk en sociaal werk, waar heel veel op bezuinigd is, dat het eigenlijk wel goed zou zijn als dat weer terugkomt. En dan echt niet alleen voor moslimjongeren, maar gewoon voor iedereen. Een plek om je prettig te voelen en om ook te leren onderdeel uit te maken van deze maatschappij. Er zijn natuurlijk ook groepen jongeren die bijvoorbeeld bij het vinden van stage of werk gediscrimineerd worden en zich daardoor ook niet onderdeel van deze samenleving voelen. En ik als docent merk ook dat ik heb een heel erg academische achtergrond. Maar nu ik lesgeef aan het HBO, komen sommige moeilijke onderwerpen komen zowaar mijn klas binnen. Dus ik sta in een klas les te geven en het kan zijn dat er in één keer een opmerking, nou die toch echt getuigt van moslimhaat, in mijn klas voorkomt. Of een antisemitische opmerking. Niet alleen in de zorg kan Nederland veranderingen doorvoeren op dit gebied. Ook de benadering van Nederlanders ten overstaan van Nederlandse Joden kan volgens Sophie nog een flinke dosis verandering gebruiken. Wat stoort je nou aan de benadering van Nederland ten overstaan van Nederlandse Joden? Wat ik wel lastig vind is dat in Nederland er heel erg snel een link wordt gelegd tussen wat er in Israël gebeurt en de Joden die hier leven. Alsof het soort van één is. En nou is het natuurlijk zo dat er is wel veel steun vanuit Joods Nederland voor Israël.
zonder meer. Maar wij zijn niet Israël. En dat vind ik soms wel lastig, dat als ik mensen ontmoet en ik vertel ze dat ik Joods ben, dat, nou, geef het een paar dagen en ze zullen je zeker die vraag stellen van wat vind jij nou van Israël en voor wie ben jij en wat vind je van die situatie? En dat vind ik soms wel lastig, omdat ja, misschien heb ik er wel helemaal geen mening over of misschien heb ik wel helemaal geen behoefte om dat aan jou te vertellen, weet je? Dat vind ik soms wel moeilijk. Heeft dat ofwel positief ofwel negatief ook invloed op de beeldvorming van Nederlanders over Joodse Nederlanders, denk je? Als je in het gebeurt in Israël, jullie staan erachter, dus jullie denken er precies hetzelfde over? Nou ja, ik weet zeker wel dat er heel veel Nederlanders zijn die dat zo zien. En dat heeft natuurlijk ook wel met sommige Joden te maken die dat inderdaad heel erg uitspreken. En dat is hun goed recht natuurlijk ook. Maar ja, dat maakt het soms wel wat lastiger, omdat je dan het idee hebt dat het altijd maar aan elkaar wordt gelinkt. Terwijl ik ben het misschien ook niet altijd eens met alles wat er in Israël gebeurt. Dus ja, ik hoef me daar niet zozeer mee te identificeren op een dagelijkse basis. En dat is niet het enige probleem. Ook internet speelt hierbij een grote rol. Nou Anke, we leven natuurlijk in 2015, het jaar van social media, het jaar van internet. Twitter, Instagram, Facebook, alles komt op. Heb je nou het idee dat deze ontwikkeling ook echt invloed heeft in hoeverre wij terrorisme en radicalisering ervaren? Of het in ieder geval meemaken? Nou, ik denk dat het wel degelijk een invloed is. En dat heeft ermee te maken dat je dus veel meer informatie krijgt en dat mensen ook die informatie meteen gaan verwerken en retweeten. En ik denk dat daardoor het misschien ook wel lijkt alsof het veel meer voorkomt. En waar normaal gesproken een aanslag in Bagdad, ja, je las in de krant de nummers en dat was het wel. Maar nu komen daar beelden bij. Dus het heeft ook meer impact op jezelf. Als het gaat om levendige beelden en de hoeveelheid informatie die je steeds verwerkt. Het voordeel van internet is dat je met iedereen over heel de wereld in contact komt. Dus jouw ideeën kunnen niet zo extreem zijn. Je vindt altijd wel medestanders. En je blijft ook steeds zoeken naar dat wat je eigen beeld al bevestigt. Zowel Sophie als Hetteam is werkzaam in de media. Hetteam werkt bij een radioprogramma in Amsterdam en Sophie werkt voor een weekblad in Amsterdam. Hoe gaan zij in hun werk om met dit gevoelige onderwerp? Wij krijgen verdrietige reacties. We krijgen boze reacties. We krijgen ontwetende reacties. Net zoals dat je bij heel veel mensen hebt van Nederlandse oorsprong, laat ik dat zo even zeggen. Die ontwetend zijn naar de islam toe en die bepaalde angst of haat creëren naar de islam. Zo heb je dat natuurlijk ook bij de moslims. Die ontwetend zijn en die ook een haat en een angst hebben gecreëerd naar de racist of de rechtsextremist of iets dergelijks. En wij proberen tijdens de radioprogramma's proberen wij in discussie over te gaan met de mensen. En we proberen het van diverse kanten te belichten, nooit met een roze bril. Vaak speel ik ook de advocaat van de duivel. En met de comedy shows proberen wij dat met humor naar de mensen toe te brengen. Ik probeer eigenlijk altijd zoveel mogelijk om mijn achtergrond en mijn baan zoveel mogelijk gescheiden te houden. Omdat ik denk dat je als journalist objectief moet zijn. Wat niet wegneemt dat ik natuurlijk wel interesse erin heb. Dus ik volg het absoluut wel. Alleen ik waak er wel voor dat ik niet mijn ideeën of mijn mening te veel in mijn werk door laat schemen. Want dat zou niet goed zijn. Dat je van alle culturen het goede wilt overnemen, probeer je ook het goede over te nemen van allerlei meningen van mensen, zeg maar. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Ga lekker draaien. Dankjewel dat we erbij mochten zijn vandaag. En een fijne avond. Ja, dankjewel.